Henkje op Langeberg. Goedemorgen met Wil van Delden van het programma Delden's Blauw. Een hele goede morgen. Hoe gaat het met jou, Henk? Ja, het gaat prima, Wil. Hoe gaat het met jou? Ja, de reden dat we jou hebben uitgenodigd vanmorgen is vanwege de single De Zilveren Ster. Hoe is dit? Ja. Hoe heb je dit opgenomen, Zilveren Ster? Vertel een beetje over dit nummer. Ja, nou ja, het stond in ieder geval niet in de planning om een kerstsingel op te nemen. Ja? En het begon toch een beetje te kriebelen, zeg maar. Ja. En ik denk, ik zag nog een leuk bühnennummer, zeg maar. Ja. En daar is De Zilveren Ster uitgerold eigenlijk. Ja. En die lijkt op een oud plaatje van Siska en Ronaldo. Is natuurlijk wel bij de piraten wel bekend. Ja. Dus het kan gewoon het hele jaar meegezongen worden, zeg maar. Dus eigenlijk heb ik naast een kerstplaat, heb ik ook nog een bühnenplaat die ik het hele jaar kan zingen, zeg maar, op de piratenfeesten en dat soort spul. En eigenlijk is daar het idee ontstaan om De Zilveren Ster op te nemen. Ja. Dit rijdt is juist nog een fragment van Tijd voor Gezelligheid. Wanneer was die uit dan? Tijd voor Gezelligheid, dat was in 2018 volgens mij. Ja, dat is nou bijna dik 3 jaar terug. Ja. Dat was bijna 4 jaar alweer. Ja, dat is alweer een tijdje geleden, Jan. Ja, dat was september volgens mij, of juli, ergens in juli volgens mij, juli 2018. Ja, ja. Klopt. Ja. Ja, je hebt toch altijd iets met de muziek gehad, hè? Je hebt altijd dat willen doen, hè? Zingen, op een podium staan, mensen entertainen, of niet dan? Dat zit een beetje in jou, hè? Ja, absoluut. Het zit eigenlijk al vanaf kinds af aan, wilde ik eigenlijk al artiest worden. Ik keek altijd naar optredens van Frans Bauer, daar live in Ahoy en zo. En dat vond ik prachtig om te zien. En dat eigenlijk inderdaad de inspiratie weggekomen om met muziek te gaan doen. Ja. Dus en dat is eigenlijk, dat heeft goed uitgepakt. Ja. Hoe is het, ik hoef het niet te vragen, want jou is hetzelfde liedje als wel jouw collega's. Er is weinig momenteel wat je kunt doen. Hè? Je kunt er geen mooie presentatie aan geven aan het nummer. Hè? Nee, het is, grof gezegd, het is allemaal een beetje kloot op dit moment. Ja. We mogen heel weinig en het enige wat we nog een beetje kunnen doen is op de middag optreden. Ja, dat brengt toch niet. Ja, het is tot 5 uur en dan, ja, dat is niet echt haalbaar of zo op een of andere manier. Ja. Het zijn echt de grotere dingen kun je gewoon niet doen en dat is wel heel erg jammer. Ja. Maar goed, we kunnen niks aan veranderen, Henk-Jan. Het is helemaal zo, we kunnen met doen wat het is natuurlijk. Maar hoe zijn de reacties geweest tot het uitbrengen van dit nummer voor jou, De Zilveren Ster? De reacties zijn over het algemeen heel erg lovend. Dus, ze vinden het allemaal in een nieuw jasje gestoken. Ja. Vinden ze allemaal altijd wel mooi, zeg maar. Nou ja, je hebt ook altijd de kritische mensen natuurlijk die het origineel dan wel weer mooier hebben, zeg maar. Maar ja, dat vind ik ook prima, dat accepteer ik ook. En daar heb ik ook alle respect voor. Maar over het algemeen wordt hij leuk gedraaid. En de airplay is hartstikke leuk. Dus ik ben zeer tevreden. Ja, maar dan blijf je toch houden. Je kunt nooit iedereen tevreden stellen, Henk-Jan. Dan moet je het ook nooit proberen. Nee. Dat is ook het risico van de koffer uitbrengen natuurlijk. het is een risicootje. Maar je hebt altijd mensen, je kan niet iedereen tevreden stellen. Maar dat accepteer ik en dat respecteer ik ook. En daar heb ik alleen maar respect. Even voor de luisteraars en meeluisteren, Henk-Jan. Waar kunnen zij, indien zij willen, meer te weten komen over Henk-Jan Tangenberg? Nou ja, ze kunnen me overal vinden op de social media's natuurlijk. Op Facebook onder Henk-Jan Tangenberg. Ja. Op Twitter, @zangerHenkJan. En op Instagram, HenkJanTangenberg24. Dus alle social media ben ik van de partij. Dus je kan alles over me vinden, foto's en weet ik het wat. En contact opnemen natuurlijk voor eventuele boekingen voor 2022. Ja. Te hopen natuurlijk dat het allemaal beter gaat worden natuurlijk. Maar laten we positief blijven natuurlijk. Ik hoop het vanuit de wil. Ja. We gaan hem draaien. Je mag hem zelf aankondigen voor de luisteraars. Ik ga je op de eerste plaats heel erg bedanken. En ik ga je alvast een heel fijne eindejaar toewensen. En ik zou willen vragen om hem zelf aan te kondigen voor de luisteraars De Zilveren Ster. Ja, dankjewel Wil. Ik wil jullie natuurlijk ook andere luisteraars ook alvast hele fijne feestdagen toewensen. En natuurlijk een gelukkig, gezond en vooral een muzikaal 2022. En natuurlijk voor jou natuurlijk ook Wil. Dus we gaan nu de plaat nog even aankondigen, dacht ik. Nou, lieve mensen, lieve luisteraars van Delden's Blauw, mijn naam is Henk-Jan Tangenberg en dit is mijn nieuwe kerstsingel, De Zilveren Ster. Nogmaals, fijne dagen, hè. Groetjes, tot de volgende keer. Hoi. Jij ook, Wil. Hoi.